Ik ben Frank Bruining. Ik had niet spierinvasieve blaaskanker. Ik plaste bloed. Naar de dokter geweest, gelijk doorverwezen naar het ziekenhuis. Werd geconstateerd als ik blaaskanker had. 9 spoelingen gehad en na die 9 spoelingen kwamen we erachter dat het nog niet weg was. Ik begreep op dat moment eigenlijk dat eigenlijk de blaas verwijderd zou worden. Ik kwam toen een voorstel om een kuur te volgen in het Erasmus MC. Toen werd er gesproken over de studie, of ik daaraan mee wou doen. En dat was voor mij eigenlijk de enige kans om een blaas te kunnen behouden. We zijn nu 1,5 jaar verder. En verleden week werd er een controle uitgevoerd in mijn blaas. En die was nog steeds schoon. Meneer Bruining had, zoals hij zelf aangaf, niet spierinvasieve blaaskanker die niet reageerde op 9 BCG-spoelingen. De enige juiste behandeling in zo'n situatie is een blaasverwijdering. Omdat we weten dat er ongeveer 50% kans is dat dit soort ziekte uiteindelijk spierinvasief en dan ook mogelijk dodelijk gaat worden. Meneer Bruining heeft deelgenomen aan een studie met immunotherapie eens per 3 weken per infuus en is nu 1,5 jaar lang ziektevrij. Het protocol schrijft 2 jaar immunotherapie voor, dus hij heeft nog 1,5 jaar te gaan en de kans wordt steeds reëler dat hij daarna ook ziektevrij kan blijven.